Melvin Bova en Edward Belfort hebben de voorzitter van de Nationale Assemblée opgeroepen om de regering erop te attenderen dat zij hun woorden kiezen bij het beantwoorden van vragen die worden gesteld door DNA-leden. De parlementariërs deden gisteren hun oproep in de openbare vergadering op basis van de reactie van president Santokki toen hem vragen werden gesteld over de kwestie Surichange Bank tijdens de openbare vergadering van 2 weken geleden. Belfort wijst erop dat het gebruik van ongepaste termen binnen DNA een eigen leven kan gaan leiden. Ik wil u vragen, voorzitter, wanneer de regering hier komt, dat de regering antwoord geeft op de vragen door het parlement gesteld. Dat is ons werk. Wij doen ons werk. En ik heb conform de grondwet artikel 90 lid 2 vraag gesteld en de president meent het om te antwoorden nonsensfiguren, nonsens enzovoort, voorzitter. En ik wil u vragen, voorzitter, om de president erop te attenderen dat hij zijn woord kiest, voorzitter. Want anders gaat het een eigen weg gaan leiden. Ik wil niemand chaufferen. Ik doe enkel mijn werk. Als er issues zijn die spelen bij de samenleving, dan ventileren we dat naar de regering, voorzitter. En ik wil u vragen nogmaals, de president heeft geen antwoord gegeven. Ik wacht nog op antwoord. Bova zette kracht bij de oproep van Belfort. De regering mag het parlement niet op een bepaalde manier aanspreken of behandelen, alsof zij de leden een genoegen doet wanneer zij antwoord geeft op de gestelde vragen. Stel u eens voor als wij met verwijzing naar een minister of zelf de president een figuur dat wel noemen, zij die in zijn omgeving zijn, dat wel allerlei zaken die er absoluut niet aan toe doen, voorzitter, van figuren en nonsens, voorzitter. Dat gaan we niet doen en dat verwachten wij ook niet. Dus pissie borwa lisi, voorzitter, noem ik een pissie borwa tweede lisi, want wij gaan dat niet accepteren. Voorzitter Marinus B. liet weten dat deze kwestie zijn aandacht heeft en dat hij in het vervolg erop zal letten dat er op een zakelijke manier wordt omgegaan met elkaar in de Nationale Assemblée.